Dit is Belle bij Essel en vandaag zijn we de stad in om jongeren te interviewen over hun vakantiebaantjes. Wat voor vakantiebaantjes zijn er deze zomer? Wat zijn de coolste vakantiebaantjes? Doen de jongeren tegenwoordig alleen voor het geld of gaat het ook nog om de gezelligheid? Dat zullen we zien in dit filmpje. Kan je jezelf even voorstellen? Ik ben Sarah Daniel en ik ben 13 jaar. En heb jij een vakantiebaantje? Nee, maar mijn moeder wil me wel inschrijven voor Krantenwijk. En ben je het daarmee eens? Nou, ik heb mijn vriendin wel geholpen, maar nee, eigenlijk niet. Ben je van plan om het te doen voor het geld of voor de gezelligheid? Nou ja, deels om mijn vriendin te helpen voor de gezelligheid, maar ook om het geld. En heb je al vaker een vakantiebaantje gehad? Nee. En is Krantenwijk het enige wat je zou is dat wat je zou willen of is dat gewoon omdat je het alleen kan? Volgens mij omdat ik het alleen kan. En vind je dat er voor de jongeren hier in Amsterdam genoeg vakantiebaantjes beschikbaar zijn? Niet echt voor mijn leeftijd, want ik ben 13 en dan heb je niet echt zoveel. En wat zou je dan wel willen? Gewoon een beetje meer keus. En heb je nog tips voor de jongeren die ook nog geen vakantiebaantje hebben en nog niet gemotiveerd zijn door hun moeder? Proberen en dan oordelen. Oké, dankjewel. Heb je een vakantiebaantje? Ja, heb ik. Hierboven bij New Yorker. Hoe lang werk je hier al? Anderhalf jaar, zeg maar een jaartje. Hoe vind je het tot nu toe? Ja, het is wel leuk, zeg maar het jaartje, maar het is ook wel genoeg geweest. Ik heb ontslag genomen ook. Ja. En wat is de reden dat je ontslag genomen hebt? Nou, ik weet niet of jullie wel eens shoppen bij New York. Het is gewoon een puinhoop. En ik denk dat het wel genoeg geweest is. En ik begin ook weer met school. Dus dan ga ik me weer focussen op school. Heb je zelf voor het werk gekozen? Of? Ja, nou, ik wilde wel, zeg maar, ik had gesolliciteerd vorige zomer. Ik had een vakantiebaantje nodig. En ik heb gewoon geld nodig voor de vakantie. Want ja, mijn moeder wilde me niet meer sponsoren. Dus ik moest wel. En wat voor soort mensen zoeken ze hier? Wel een beetje outgoing. Gewoon echt spontane mensen. Gewoon blij. Ja, mensen die goed werken, gewoon die van werken houden. En vanaf hoe oud kan je hier gewoon terecht? 16. Ja, 16 hè? Ja, 16 jaar. Word je hier makkelijk aangenomen of? Momenteel word je wel makkelijk aangenomen omdat we gewoon echt mensen zoeken. Maar toen ik ging solliciteren was het wel wat moeilijker. En algemeen word je wel goed aangenomen. En voor de mensen die nog geen vakantiebaantje hebben, heb je misschien tips voor? Die nog geen vakantiebaantje hebben, waar ze kunnen solliciteren of? Gewoon tips, ja. Nou ja, kijk gewoon rond. We hebben altijd een cv'tje in je tas. Want je weet maar nooit, want nu tijdens vakantie zoeken ze heel veel mensen, omdat iedereen natuurlijk op vakantie gaat. En dan kan je hier gewoon makkelijk worden aangenomen, overal eigenlijk. Waar werk je? Ik werk hierboven bij New Yorker. En werk je daar al lang? Bijna 2 jaar. Bijna. Oh, oké, dat is best wel een lange tijd. Ja, ik heb het volgehouden, dus... Oké, is de fulltime baan of... Nee, het is gewoon het weekend, dus donderdag, zaterdag, zondag en in de vakantie gewoon. Kan, zeg maar. Dus ook meer een bijbaantje, vakantiebaantje? Ja. Ja, ik zit ook gewoon nog op school, dus het is, ja. Oké, is goed. En heb je er zelf voor gekozen, is uiteindelijk het eigen initiatief dat je hier bent gaan werken? Of ben je mee gepusht? Nee, ik ben niet gepusht. Ik was volgens mij 16 toen ik ging solliciteren. Dus ik was eerst gewoon naar de Kalverstraat gegaan, ik ben gewoon teruggelopen toen hierheen. Maar je moest overal 18 voor zijn. En ik kwam hier binnenlopen en ik had gewoon mijn cv gegeven. En ja, je wordt teruggebeld. En dat ging ook heel snel, binnen 4 dagen. Toen had ik mijn contract al getekend. En toen ging het vanzelf wel. Oké, dus je wordt best wel snel aangenomen bij New Yorker. Ja, maar het is een heel divers bedrijf. We hebben allerlei soorten kledingstijlen die we verkopen. Dus je past er altijd in. Of je nou punk bent of gewoon heel normaal, ze hebben je altijd nodig. En vind je het leuk tot nu toe? Ja, ik vind het echt geweldig. Ja. We hebben heel veel mensen. Het is echt gewoon... Als je heel vaak werkt, is het gewoon net een kleine familie, zeg maar. En je moet alles met z'n allen doen, allemaal gezamenlijk. Je komt binnen, je gaat samen naar huis. Dus ik vind het heel gezellig. En met je collega's ook, ging het ook allemaal goed vanaf het begin? Ja. Het is wel altijd, je bent nieuw en er zijn heel veel mensen bij elkaar. Dus ik zat ook echt zo in de kantine van, ik ken hier niemand. Er zijn 20 man omheen. Dus ik vond het wel eng hoor, ben ik wel eerlijk in. Maar ja, als ik nu binnenstap, ik vind het echt heel leuk om te doen. En is het niet zo zwaar als 16-jarige om daar te werken? Ik bedoel, moet je niet veel doen? Ja, het zijn wel lange dagen.
We hebben wel veel personeel, maar gewoon net als nu zijn we echt met weinig mensen. En dan begin je gewoon meestal om 10 uur. En ja, dan ben je misschien soms wel een keertje wat later klaar. Maar ja, dat weet je van tevoren al. Dus nee. En als 16-jarige mocht je toen ook zeg maar langere dagen werken, ja. In de late uren? Nou, ik mocht wel veel werken overdag, maar meestal zei mijn moeder van kom maar gewoon om 6 uur naar huis. Je wordt toch niet nat, hè? Oh, oké, is goed. Heb je nog wat tips voor de kijkers, voor de jongeren die ook een bijbaantje zoeken, vakantiebaantje zoeken? Je kan ook online solliciteren, maar je kan beter gewoon persoonlijk langskomen. Eerste indruk doet meestal alles bij mensen die gewoon een winkel hebben.